Bij de familie Blom is vader Maarten klaar met werk. En hij duikt meteen de keuken in. Pleegdochter Charlène, die vanavond mee eet, is onlangs jarig geweest. En daarom gaat hij extra zijn best doen. Meestal kook ik. Dat komt ook meestal zo uit, hoor. Dat, weet je, rond de etenstijd ben ik eigenlijk meestal wel thuis. Ja, ik heb wel eens dat gedien, die willen allerlei dingen tegelijk doen, zeg maar. Dus die laat het nog wel eens aanbranden. Dus, maar iedereen heeft zijn eigen gaven. Dus daarom hebben we het gewoon een beetje zo verdeeld. Even kijken, nou heb ik mijn uien dus vergeten. Dus dan moet ik even iets anders bedenken wat ik er dan ga indoen. Hey, Charlène! Welkom! Dankjewel. En daar is Charlène. Ze woont in een gezinshuis om de hoek en is regelmatig bij de Blommetjes te vinden. Ze voelt zich prima thuis tussen alle kinderen. Tris! Oh, leuk! Julian! Charlène! Het is eigenlijk altijd wel gezellig en je hebt altijd wat te doen. Ik ben het in principe gewend, want ik woon zelf thuis en ik ook met 14 kinderen. Maarten maakt Mexicaanse tortilla's zonder ui vandaag. Het wordt een beetje improviseren. Ik denk dat we wat meer bonen erheen gaan doen vandaag. Dus dat komt ook wel goed. Oh ja, dat is waar. En dan moet ik ook nog... Gerien zegt bonen, Charlène die mag geen bonen, dus wat ga ik nou doen? Dat lukt meestal wel. Kijk. Je kan ook altijd nog worteltjes, ertjes erdoor doen. Ja, maar dat is niet lekker. Jawel, joh. En mais? Oh, mais kan ik ook nog doorheen doen, ja. Nou ja. En zo lijkt Maarten toch nog een heel eind te komen. Ga maar aan tafel zitten allemaal. Lietje, we praten daar nog niet wel even over. Het is een heel scherp... Jongens, leg jullie borden allemaal even neer. Voor Julian, dit ook. Julian. Leg hem even neer. Nee, ik kon niet zoveel stukken. Een groot stuk hier. Deze. Wacht, water. De kleintjes die moeten eigenlijk wel gewoon groentes eten. Maar bijvoorbeeld Charlène, die houdt dus niet zo echt van bonen. Maar daar willen we dan wel rekening mee houden. Omdat zij, ja, zij is hier niet zo vaak, dus dan willen we wel lekker voor haar koken. Maar de kinderen die hier elke dag zijn, die moeten gewoon eten wat de pop schaft. Wat vinden jullie er nou van, dat Charlène hier af en toe is? Ik vind het wel leuk. En Ezra, wat vind jij ervan? Leuk. Charlène, die woont in een gezinshuis. En ik wist dat ze nog wel wat mensen zochten. En sowieso is het altijd voor tieners in heel Nederland best een dingetje om... adressen te vinden. Toen hoorden we dat zij nog een meisje hadden van toen 15, die nog een plekje zocht. Ja, wij dachten dat is juist wel leuk, omdat onze kinderen jonger zijn. Gewoon gezellig voor de dynamiek. En Charlène is gewoon een superleuke, gezellige meid, dus het gaat ook heel goed. Ja, dus zo kwam het gewoon een beetje. Het gaat zo. Zo. Happy birthday to you. Happy birthday. Na deze feestelijke maaltijd is het voor de vier kleintjes hoogste tijd om naar bed te gaan. Maar de mannen hebben heel andere prioriteiten. Ja! Kom maar. Nu gaan we allemaal proberen. Nee, massage. Massage? Nee, we gaan lekker naar bed toe. Kom maar. Kijk eens, hoppa. Als ik hem naar bed wil brengen, dan stribbelt hij altijd even tegen. Maar eigenlijk, het duurt altijd maar kort. Dat is zo grappig met 2 jaar. Dan zijn ze even heel boos en dan is het er weer over. Zij is alweer aan het feest vieren. Jij mag zo in je bedje gaan. 1, waar moet toch ondertellen van Ezra. Dat is wel 7, heel veel. 54, oh, en kan je dan je piano aan in die 56, tijd? 56, 57. Het is altijd even spitstijd als ze allemaal naar bed gaan. Toen de oudste 2 kleiner waren, dan hadden we daarna rust. Maar die blijven nu ook lang op. Dus meestal 10:30 begint mijn avond voor mezelf. Maar gelukkig kan ik met weinig slaap. Dus dan heb ik daarna nog wel eventjes een beetje gewoon rust. Voorlopig is die rust nog ver te zoeken in Huizenblom. Gedien, ja? Dat flesje is er niet. Hij stond naast het koffiezetapparaat. Nee, staat hier niet. Samen met de pleitjes. Maar deze hebben we echt te lang gehad, dus die doen we lekker niet. Kom maar. Nee, die doen we niet. Mama. Wat
Ja, ik ben het aan het lezen. Ik zeg gewoon het weinigste eten. Als je honger hebt, ga je... Ik heb honger. Ga een sinaasappel eten dan, allebei. Hup, ga ze doen. Ik mag niet, papa. Sinaasappel. Kootje. Kom nou sinaasappel eten. Jullie dan? Klaar. Ga je even met papa mee doen? Sinaasappel eten. We hebben even geen broodje meer nu. Kom. Kom nou. Kom. Hé, joep, joep, joep. Goed. En dan? Wat gebeurt er dan? Een jaar later? Wie is dat? Een baby. Een hele kleine baby. Dat is Isaac. Krijgen ze toch een kindje van die Rogot? Die Rogot doet wat hij belooft. Ook voor zieke kinderen zorgt hij. Kent hun tranen en hun pijn. Zorgt u voor ons hele huis. Als we buiten zijn en thuis. Ja, oké, okay, nou. Ze gaan even huilen, maar het gaat altijd wel weer over. Ik wil een knuffel, maar geen kus. Auw. Doei. Ik heb... Stoute prikjes. Een prik, ja. Ik heb nog één. Wil jij net een kaktus? Nee. Bah. Wil jij net een kaktus? Gaan jullie lekker slapen? Eindelijk naar beneden. Rust.